I fill you up with bones that can never break. Take you to a dark shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, 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 oh. This is power. Every heart of 100 souls, you could be the fire to kill the cold. I'll break you like a rock that could never hold. De enige uit mijn klas die naar het Adelbert ging. En ik vond het best wel spannend. Maar eigenlijk, je maakt zo snel nieuwe vrienden. Je hoeft je er eigenlijk niet zoveel zorgen over te maken. Want het gaat zo snel. Het is echt, en iedereen is aardig, dus je hoeft ook niet echt bang te zijn of zo. Je maakt echt heel snel nieuwe vrienden. Ja, en je kan ook bij het inschrijven voor het Adelbert kan je namen opgeven, ongeveer 2. En dan gaat er ook naar gekeken worden, zeg maar, voor de nieuwe klasse te maken. Dan kom je sowieso minimaal bij 1 vriend of vriendin. Maar als je gewoon alles gewoon vanaf het begin goed zeg maar, en goed leert, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Want je hoeft eigenlijk maar een heel klein stukje er dan op bij te verzinnen. Meer dan sorry. En, mag ik dingen verzinnen? Eigenlijk is het een best wel relaxte week. Want je hebt 1 of 2 toetsen per dag. Tenzij je naar het gymnasium gaat, dan kan het ook zijn dat je niet meer. Maar dan heb je gewoon 2 toetsen, heb je gewoon allebei 50 minuten. En dan ga je gewoon naar school. En dan ga je gewoon toets maken, even pauze, nog een toets maken en dan ga je weer naar huis. Dus je hebt ook heel veel, 's middags heb je ook heel veel tijd om te leren nog thuis voor de proefwerken die nog komen. Dus je hoeft je eigenlijk geen zorgen te maken. En het is ook tijdens de mentorlessen, waar we net ook al hebben gehad, dan leer je ook vooral in de eerste klas te leren plannen voor de proefwerkweek. Dan moet je soms een planning maken en die laat je dan zien. En dan krijg je soms tips van ja, dit kan je misschien wel beter doen en die misschien wat vaker. Zodat je echt goed voorbereid de proefwerkweek in gaat. Gedaan. We hebben in de eerste of tweede klas de turn 7 kamp gedaan. Dan ga je heel veel onderdelen doen met turnen. Dan krijg je voor dat hele turn 7 kamp krijg je dan een cijfer. En daar werk je dan ook wel best wel lang naartoe. Je hebt ook een sportdag. Wij hadden in de eerste was het een voetbaltoernooi. Ja, voetbaltoernooi. Ga je dan op het veld ga je voetballen. En dan met allemaal andere klassen erbij ook. Alle brugklassen. Alle brugklassen. En in de tweede klas doe je ook zo'n sportdag. Toen hadden wij... voetbaltoernooi. Nee, dat krijg ik dit jaar. Softbal? Softbal. Dat ga je dan ook doen en dan dan dit jaar gaan we dan naar volleybal toe werken. Zijn we dan gewoon de eerste basisdingen een beetje aan het leren en aan het oefenen en dan werk je zo steeds meer naar het wedstrijdniveau toe. En dan krijg je de open dag en daarna sluit je het af en dan ga je weer door naar het volgende onderwerp. Ja. We'll be right back.